Windeby heeft het tijdelijke voor het eeuwige verruild. Hij heeft op 27 maart jongstleden de pijp aan Maarten gegeven en is niet meer onder ons, tenminste niet in fysieke vorm. En daar zijn wat opvallende dingen zijn er naar boven gekomen over Windeby en vooral over een sketch uit 1973. En hier zie je nou ja, waar de sketch mee begint. Huis nummer 43. En daar Van Kooten, die gaat zo meteen aanbellen en Windeby doet open. Hij woont daar zogenaamd. Hij woont daar niet echt, denk ik. Maar dat maakt voor de sketch niet uit. En dit is een fragment uit, niet uit hun programma. Het is een programma waar ze aan meewerkte. Het Gat van Nederland, zo heette het. In de jaren 70 uitgezonden bij de VPRO. En dat was een soort allegaartje. Het Gat van Nederland was een, voor die tijd, ongebruikelijk lang programma van 1 tot 1,5 uur, waarin een aantal zeer verschillende onderwerpen, stromingen, vondsten, interviews, portretten, situaties en satire eclectisch verzameld tenslotte een soort samenhang vertoonde, gemaakt vanuit de unanieme verbazing over wat er in Nederland in de jaren 70 allemaal mogelijk was. Kun je nagaan, die waren toen al helemaal verbaasd wat er toen mogelijk was. Laat staan wat er nu allemaal speelt. Het programma werd gemaakt door jonge televisiemakers, geholpen door ervaren cameralieden. Ze beschikten over handzame filmapparatuur waarmee mobiel kon worden gewerkt. Onder de cameramensen bevond zich onder andere Jan de Bond. En, want het was allemaal niet zo makkelijk om gewoon op locatie te filmen. Daarom zijn al die films ook in die tijd zijn allemaal genasynchroniseerd. En de Amerikanen waren daar iets beter in dan de Nederlanders. Maar dat was heel lastig, dat kon eigenlijk niet, dat je geluid op locatie ging opnemen samen met beeld. Dat was allemaal veel te moeilijk, maar dat kwam in de jaren 70 kwam dat op. En daar maakten ze gebruik van. Het Gat van Nederland was geïnspireerd op het satirische Amerikaanse tv-programma The Great American Dream Machine. En John Lennon vond het helemaal fantastisch. He praised the show in a 1972 radio interview, saying, "But this Great American Dream Machine that they have on channel 13 is as good as, if not better than, anything that's on British TV, including Monty Python, which is not as heavy as the Dream Machine." Dus daar hebben de Nederlanders het een beetje van afgekeken. In Nederland was het iets aardser, iets serieuzer, en, want die Dream Machine, dat was echt satirisch. Maar hier hebben ze dingen van alle dag en verbazing en dan ook een klein beetje satire. Daar hadden ze dan Van Kooten en de Bie voor gevraagd om dat in te vullen. Nou, als we naar deze sketch kijken, dan begint dat bij huis nummer 43. Nou ja, wat kan daar nou achter zitten? Nou, Wim de Bie woont daar. En als we naar de numerologie kijken van Wim de Bie, dan komen we ook op 43. Dus dat is een grappig toeval. En we gaan even kijken. Goedemorgen. Wij zijn van de commissie Muntendam en wij zijn bezig met een globaal bevolkingsonderzoek. Ja, dus Van Kooten die speelt iemand van de overheid, van commissie Muntendam. En dat is niet een grappige naam wat hij heeft verzonnen. Dat bestond toen echt in 1973 kwam in Nederland de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening, oftewel de Commissie Muntendam, met het voorstel voor de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, de Wet BIG. De wet werd aangenomen in november en december 1993 en verving de Wet Uitoefening Geneeskunst uit 1865. Ze trad op 1 december 1997 in werking. Dus daarmee speelden ze toen in op de actualiteit. En als even te woord zou willen staan. Kijk, om een verantwoorde populatieprognose te kennen komen, moeten wij weten wanneer we ongeveer dacht dood te gaan. Het steekt dus niet op een maand of 2, 3. Maar als u mij een globale indicatie zou kunnen geven van het verscheiden, dan zou dat zeer ter wille zijn. U bedoelt wanneer ik dood ga? Dat moeten wij namelijk weten, ja. Het environale
stervensjaar om tot die prognose te kunnen komen. Dat moeten wij namelijk weten. Ik ben pas 32. U bent 32. Nou, kijk eens aan. Vindt u zelf niet dat u het dan eigenlijk allemaal wel al zo'n beetje gezien hebt? Dus de bie is 32. Dat klopt niet helemaal. Dat klopt niet helemaal, want de bie komt uit 1939 en deze sketch is uit 1973. Dus hij is eigenlijk 34. Dat maakt voor de sketch verder niet uit. En ik weet niet waarom ze dat veranderd hebben, maar hij was hier 34. En 34 is natuurlijk 43 gespiegeld. Dus ook dat is een interessant detail. Dan zet ik u in elk geval nog op deze eeuw. Maar ik zou heel graag het jaar 2000 nog mee willen maken. Ja, kijk, dat willen wij allemaal wel. Ah ja. Natuurlijk, hè? Oh ja. Heeft dit nu te maken met de energiecrisis? Dit heeft te maken met de energiecrisis, met de hamsterwoede, met de watervervuiling en met de dreigende oorlog met Frankrijk. Ja, dus even om de oorlog met Frankrijk even erbuiten te laten. Maar ze hebben natuurlijk, ja, ze hebben het over de energiecrisis. Ze hebben het over de hamsterwoede. En ze hebben het over waterbevuiling. Nou, de energiecrisis is nu ook aan de gang. Hamsterwoede hebben we ook gezien met toiletpapier en zonnebloemolie en weet ik veel. En waterbevuiling is iets van alle tijden, volgens mij. Dus dat zie je ook weer. Kijk, dit was 50 jaar geleden en toen speelde dit allemaal ook. Dus als je kijkt naar de tijd en als de tijd dus cyclisch is, of eigenlijk een soort van in een spiraalvorm, zich beweegt, dan kom je telkens weer uit bij hetzelfde punt, alleen van een hoger perspectief. Dus we gaan steeds meer zien hoe dit spelletje steeds maar in elkaar wordt gehangen. En bij elke keer dat we door die spiraal gaan, krijgen we een beter idee, een hoger perspectief, meer bewustzijn erop, wat hier nou eigenlijk speelt. En hoe kan dit nou de hele tijd voorkomen? Omdat we, nou, dat kan, omdat we er nog steeds niet helemaal achter zijn hoe het spelletje in elkaar zit. En bovendien, meneer Okers, er wordt het tijd dat wij dat onredelijke verschil tussen heel oud en heel jong eens een beetje gaan nivelleren. Dat wij dat eens een beetje af gaan kalven. Fijn. Ja, dus Van Cooten hier wil dat mensen niet te oud worden, want dat kost allemaal geld en weet ik veel allemaal. Dus wat ze hier uitspelen is gewoon population control. Het is gewoon de overheid die langskomt en zegt van, als u heel lang blijft leven, dat wordt een beetje duur voor ons. Dus we willen daar in ieder geval een beetje een berekening van maken. Maar dit is gewoon populatiecontrole. Dit is gewoon het controleren, het managen van hoeveel mensen er op aarde rondlopen. Ik heb in 1998 voor u overigens nog wel een gaatje dat je zegt. Maar is er nou helemaal niks meer aan te doen? Nee, kijk, want als al die Nederlanders zouden willen blijven in leven tot het jaar 2000, dan krijgt men dus dat gaat kosten de regering naarmate per hoofd een x-bedrag. Gaat dat kosten. En dat kan natuurlijk niet, een x-bedrag. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Dus u hebt waarschijnlijk ook een auto? Dat kan natuurlijk niet, een x-bedrag. Maar hij noemt hier 1998. Dus hij stelt voor aan de bie, is 1998 geen prima jaar om dood te gaan? En dat is wel grappig, ook weer een saillant detail, want je zou kunnen zeggen 1998 is inderdaad, dat was het eerste overlijden van Wim de Bie. Want na jarenlange samenwerking werd Van Cooten het drukke televisiewerk moe. En op 22 maart 1998 was dan ook de laatste reguliere uitzending van dit duo. Dus Van Cooten en de Bie als duo stopte toen. Dus dat is een dood eigenlijk. Als je dat, ik weet niet hoe lang ze het gedaan hebben, maar heel lang. Decennia lang. Dus dat was de eerste dood. Komt gewoon ook in het filmpje, in de sketch, komt dit naar voren. Ja, een Opel Kadett. Daar hebt men het reeds. U hebt ook een auto. En u hebt ook benzinebonnen? Benzinebonnen heb ik al, die heb ik al gehaald. Ja. Die heb u ook. Ja, kijk, dat kost ons al zoveel namelijk. Want op elke bon, moet u zo zien, ligt de regering nog eens een keer een eipercentage.
Dus dan krijgt men dat x-bedrag plus een y-percentage. Slaat men dit nu lineair om, dan kost één bon de tegenwaarde zijnde van een extra jaar leven. Dus zijn 25 benzinebonnen metronomisch gelijk aan 25 jaar extra leven. Maar ja, dat wordt dan te Maar als ik nou alle benzinebonnen weer inlever? Als u alle benzinebonnen weer inlevert? Zou dat niet kunnen? Ja, het kan natuurlijk wel. Ja, en bij wie moet ik dan zijn? Ja, dan moet u bij de betrokken ambtenaar zijn, hè? En wie is dat? Dat ben ik. Hebt u dan nog één momentje? Hebt u dan nog één momentje tijd? Ja, als u... Ja, moet heel snel, vlug zijn, heel snel. Dan... Ja. Kijk dus, 25 benzinebonnen. Ja, dat is, we hadden u gezegd op... 1998. 1998 plus 25. Dat wordt dan 2023. Dan moet zou dat gaan? In het jaar 2023, als u dan op of in dat jaar even doodgaat. Fijn, dank u wel voor de medewerking. U krijgt automatisch van ons nog een aanmaning in het jaar 2022. Ah, fijn. Dat u het niet vergeet. Als u dan even wilt tekenen voor akkoord. Ja, graag. Waar? Waar? Ja, nou ja, voordat we verder gaan met de theorie erachter, of met een speculatie, want veel meer kunnen we niet doen. Deze sketch duurde 3 minuten 27 seconden, oftewel maart 27, de overlijdensdatum. Nou kun je, want dit is natuurlijk YouTube, nou kun je natuurlijk daar een beetje mee smokkelen. En misschien 1 of 2 seconden eraf knippen en dan lijkt het net of dat precies zo lang duurde, die sketch. Maar we zitten, als dat gebeurd is, zitten we wel heel erg dicht in de buurt. Dus dat is ook een saillant detail. Wat is dit? Wat is dit? Kijk, dit is natuurlijk humor. Dit is een sketch. Dit is niet echt. Maar het universum kent het verschil niet tussen echt en onecht, zeg maar, of tussen echt en gespeeld. Ja, als je dit dus uitvoert en ook nog een soort contract tekent, komt het dan niet uit? Komt het dan niet uit? Of is het niet zozeer het universum, maar is deze sketch een beetje in Wim de Bie zijn hoofd, in zijn achterhoofd blijven zitten en dat die data... Daar nog in zitten. Die zijn een soort van blijven steken of zo. Zodat 1998, toen hielden ze ermee op. En in 2023 ga je dan dood. Is dat uit een soort onbewustheid? Want je speelt deze sketch en dan al die getallen en die plannen en dat tekenen en zo, dat sla je allemaal op. En dat komt in je onderbewuste terecht. Is je misschien helemaal nooit meer mee bezig geweest, nooit meer aan gedacht. En dan komt het toch uit. Dan komt het toch uit. Het is een soort rare self-fulfilling prophecy dan. Maar dan, het komt vanuit je onderbewuste. Is het dat? En ik heb het antwoord niet. Maar ja, we kunnen dit natuurlijk wegzetten als toeval. Hè, toeval is zo'n woord van mensen die denken van... ik snap het niet, dus ik noem het toeval. Ik snap het niet. Ik weet niet wat erachter zit. Ik denk ook niet dat ik daarachter kan komen. Want het is allemaal mysterieus, het hele leven. Het is allemaal niet te begrijpen. Dus nee, het is toeval gewoon. We zetten dat gewoon weg in een hokje. Of je kunt denken van, nou, we gaan daar eens even over nadenken. We gaan daar in het vervolg ook een beetje op letten. Misschien moeten we vaker een beetje met de numerologie kijken van, dat is wel heel, inderdaad heel toevallig. Maar kunnen we daar iets uit leren? Kunnen we er iets uit aflezen? Kunnen we denken van, misschien moet je met dit soort dingen... Moet je daar bewuster mee omgaan. Ik heb ook comments gehoord van je moet niet spotten met de dood. Kijk, dit gebeurt er als je spot met de dood. Ik denk niet dat dat het helemaal is. Ik denk meer dat het met onbewustheid te maken heeft. Dat je onbewust zo'n sketch... het is gewoon om te lachen, weet je wel. Het is om iets aan te tonen, aan te kaarten. Maar... De speelt meer mee. De speelt energetisch, speelt er iets mee. Misschien spiritueel, speelt er iets mee. En als je dus alles maar gewoon gooit op... Ja, ik doe het, want het is leuk, het is grappig. Ik doe het voor de grap, voor de sketch, voor televisie. Dan mis je wat anders. Dan mis je wat anders. Want er spelen allemaal dingen mee. Er spelen allemaal dingen mee. En daar kunnen we nog niet helemaal bij. Maar hoe bewuster we worden...
hoe meer we daar een soort intuïtie over krijgen. En dat je niet zomaar dingen zegt, ook niet voor de grap. En als je dat doet, dat je heel erg bewust van bent van, oké, ik zeg dit nu wel, maar ik moet daar nog iets mee. Want dat wil ik niet in mijn systeem hebben, niet in mijn onderbewuste hebben. Dat gaat niet goed ergens. Of dan wordt het een self-fulfilling prophecy of wat anders. Maar misschien is het toeval. Misschien is het allemaal toeval. En maakt het allemaal niet uit. Maar dat geloof ik dus niet. Dus tot zover. Tot de volgende.